Hallo allemaal, welkom bij de online surfschool. Vandaag ga ik iets belangrijks bij het surfen uitleggen en dat is hoe je stuurt. Bij het witte water heb je daar niet zoveel aan, maar later als je van de golf af gaat surfen, dus ongebroken surfen, golven gaat surfen, dan wordt het best wel belangrijk om te sturen. Nou, als je wilt sturen moet je natuurlijk eerst op de plank liggen. En opstaan. Nou, als je naar een kant wilt sturen, moet je naar die kant toe kijken. Stel je wilt naar links sturen, ga je heel overdreven naar links kijken. Beweeg je ook je armen mee. Je wil naar links sturen, beweeg je helemaal je armen zo mee. En vanzelf gaat de plank ook mee. Ik wil bijvoorbeeld nu naar rechts sturen. Ga je heel overdreven naar rechts kijken, beweeg je je armen mee. En dan gaat de plank vanzelf ook mee. Dus naar links en naar rechts. Eigenlijk is het heel simpel. Gewoon overdreven naar de kant kijken waar je naartoe wilt. En met je armen meesturen. Nou, de video van vandaag was erg kort. Maar ik hoop voor jullie krachtig. Op het witte water kan je wel een beetje mee oefenen met het sturen. Maar straks als je van de golf af gaat surfen. Ik maak ook even volgende keer een video hoe dat moet. Van de golf af surfen. Dan kan je het echt goed oefenen met het sturen. En nou, als je het een leuke video vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Heb je nog een vraag hierover? Plaats gerust een reactie. En ik zal hem beantwoorden. Misschien in de reacties of misschien in een filmpje. Nou, tot de volgende keer.